Hoe ontstaat meer bomen nu? Meer bomen nu is ontstaan door een samenwerking. Of nou, eigenlijk is het ontstaan bij Stichting Meer Groen in Noord-Holland. Franke van der Laan heeft het concept bedacht en die heeft eigenlijk gezien van nou, we hebben op dit moment een tekort aan inheems kweekgoed in Nederland. En we moeten ontzettend veel bos aanplanten. Alleen al in Brabant 40 miljoen bomen voor 2030. Dat zijn er heel veel. De natuur is één grote kweekvijver. Iedere boom zaait zich 1000 en soms wel 1 miljoen keer per jaar uit. En dan krijg je dus allerlei zaailingen van. He, soms wat kleiner, soms wat groter. Het groeit vanzelf groot. Onze gedachte is, als wij die zaailingen op locaties waar ze ongewenst zijn, zoals hier in de Vilt, omdat dat in dit gebied moet het open blijven, zodat de gavel weer een kans krijgt om hier te groeien. En dan kunnen die prachtige pollen gras hier ook weer mooi gaan vormen zoals dat hoort in een hoogveengebied. En ze moeten, deze boompjes die moeten eruit. Maar dat is hartstikke zonde, want er is een enorme behoefte aan deze bomen. Dus wat wij doen is, wij zorgen eigenlijk voor een verbinding tussen aanbod en vraag. Dus er is heel veel aanbod hier en vervolgens bieden wij ze gratis aan iedereen die ze planten wil. En het leuke is, gemeentes zitten vaak met een moeilijke opgave om plantlocaties voor bomen te vinden. Want kabels en leidingen en allerlei problemen in de bodem waardoor ze op allerlei plekken niet geplant kunnen worden. Omdat wij ze gratis aanbieden, hebben wij geen enkel probleem met het vinden van plantlocaties. Want plantlocaties melden zich aan bij ons, omdat ze graag bomen willen hebben. En dat zijn boeren, voedselbossen, burgerinitiatieven, particulieren die voldoende grond hebben om bomen te planten.